Ik ben Renske Mentjoks, museumdocent in het Zuiderzeemuseum. Vandaag neem ik jullie mee naar de Harderwijkerstraat. Hier achter mij, daar is de Harderwijkerstraat en het onderdeel van de Vuldersbuurt. In de late middeleeuwen was de Vuldersbuurt het centrum van de lakenindustrie. Dat droeg bij aan de welvaart van Harderwijk. In de 17e eeuw namen de boeren hun intrek en werden de woningen verbouwd tot stadsboerderijen. Rond 1900 was hier een drukte van je welste. Er waren woningen, kleine bedrijven en winkeliers. Rond 1910 raakte de buurt in verval, want de huizen voldeden niet meer aan de moderne wooneisen. Deze woning komt uit de 16e eeuw. In eerste instantie was het een woning voor een rijke koopman. Later is hij verbouwd tot een stadsboerderij. De gang die je achter me ziet is verbreed zodat het een deel werd. Ook is het achterhuis verbouwd tot een stal. Tussen de stal en het deel is het overdekt, zodat daar de melkbussen konden worden gewassen. Wat ook leuk is om te zien, is dat er ook een kamer is ingebouwd. Die werd gebruikt als nette kamer. In het museum is ook een designroute te vinden. En één van die plekken is hier in de Harderwijkerstraat. Dit pand is ingericht door Hugo Kaagman. Hij heeft graffiti gemaakt op de muren die alles te maken hebben met de voormalige Zuiderzee, maar ook met de bewoners van nu. Binnen kun je van alles ontdekken wat te maken heeft met de Zuiderzee. Ik sta hier in een snoepwinkel. In eerste instantie was dit ook een stadsboerderij, maar werd omgebouwd tot kruidenierswinkel. De mensen uit de Vuldersbuurt kwamen hier voor hun koffie, suiker, droge worst, maar ook snoepwaren. Nog steeds wordt dat laatste hier verkocht. Je kent ze misschien nog wel. Zoethout, boterbabbelaars en nog veel meer. Ik heb een vraag voor jullie. Weten jullie wat dit voor snoepje is? Kijk de video af voor het antwoord. In Harderwijk waren ook diverse ambachten te vinden. Ik sta nu bij de smid. De smid was altijd heel druk met van alles en nog wat. Hij repareerde pannen en potten, maakte ankers, nagels en gereedschappen. Hoe deed hij dat? Hier achter mij maakte hij vuur en vervolgens ging het ijzer op het aanbeeld om de prachtigste dingen te maken. Ik heb een vraag voor jullie. Naast de smid staat een object. Weet je waarvoor dat gebruikt werd? Een ander ambacht wat te vinden is in de Harderwijkerstraat is de mandenmakerij. Er werden manden gemaakt voor heel veel verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld de platte mand voor de bot. Maar je had bijvoorbeeld ook de kubbe. Deze werd gebruikt voor de palingvangst. Het was een heel gedetailleerd klusje. Want eenmaal als de paling binnen was, kon hij er niet meer uit. De mandenmaker had altijd heel veel werk te doen. Want manden gingen gemiddeld 1 jaar mee. Dus volgende jaar moest er weer een nieuwe komen. Dit was voorlopig de laatste aflevering van het Buitenmuseum Komt Binnen. Heb je nog iets gemist wat je graag wilt zien? We hopen je snel weer te zien als het museum open is. De vraag was, wat voor snoepje is dit? Dit is een stroopsoldaatje. Het is gemaakt van rietsuiker, boter en het zit in vetvrij papier. Het voordeel van een stroopsoldaatje is dat je er ontzettend lang mee kunt doen. De smid gebruikte dit object voor het beslaan van de paarden. Dit heet ook wel een travaille.